Nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Geliefde kijkers en luisteraars, ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Goedemorgen. Welkom bij het programma De Hernutter. Ik ben Sri Resumardono Atna, voorganger van de gemeente Griasuchi in Kommerwijnen. Laten wij deze dienst opdragen aan de Heer. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Geliefden, ik hou u voor de dagteksten of de dagwoorden van vandaag. Vandaag is 24 december 2023, de vierde zondag in Advent. De tekst voor deze week is gehaald uit Lucas 2, vers 10b en 11. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. De dagtekst is uit Jesaja 60, vers 2. Zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Het leerwoord is genomen uit Lucas 2, vers 15. Toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, zeiden de herders tot elkander: laten wij dan naar Bethlehem gaan, om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. Het bijbehorend liedvers uit Gezang 101, vers 1. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn zielen, bid het aan. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood. Tot zover de dagwoorden van vandaag. 24 december.
Geliefde kijkers en luisteraars, broeders en zusters, de schriftlezing voor vandaag is gehaald uit Galaten 4, de versen 4 tot en met 7. Ik lees u voor de NBG-vertaling. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept, Abba Vader, gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Laat ons bidden. Hemelse Vader, dank u voor het moment van gebed in Jezus' naam. Nu wij, Heer, uw woord mogen overdenken, bidden wij u, open onze oren, open ons hart, opdat wij uw woord mogen verstaan. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, mijn Heer, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, broeders en zusters, in de afgelopen adventsweken leefden we als gelovigen in een tijd van blijde hoop en verwachting. We keken uit naar het kerstfeest en het kerstfeest staat voor de deur. Met kerstfeest vieren gelovigen de geboorte van de lang verwachte Messias, de redder en verlosser der wereld, Jezus Christus. Honderden jaren lang vroegen de Joden zich af wanneer de beloofde Messias zou komen. Maar we weten, broeders en zusters, dat onze tijd niet Gods tijd is. En toen de juiste tijd gekomen was, zond God Jezus Christus naar de aarde. Ik lees uit vers 4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. Broeders en zusters, toen wij nog geen christenen waren, leefden wij ook onder de wereldse machten. We wilden doen wat we wilden. We waren als slaven van onze eigen verlangens, slaven van valse wetten. We leefden als zondige mensen. En we weten ook dat door de zondeval de relatie tussen God en de mensen verbroken was, waardoor wij mensen verloren waren. Broeders en zusters, toen de volheid des tijds, met andere woorden, toen de juiste tijd gekomen was, zond God zijn Zoon. In het kerstevangelie naar Lucas hoofdstuk 2 lezen we dat Jezus geboren is en hoe Jezus geboren is. Jezus was als mens geboren, maar hij was zonder zonde. Hij was altijd gehoorzaam aan God zijn Vader. Jezus was als mens geboren en is gekomen om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen, staat geschreven in Marcus 10, vers 45. Geliefden, Jezus was een volmaakte mens. Hij was zonder zonde, waardoor Jezus ons kon vrijkopen van onze zonden en ons eeuwig leven geven. De Joden, die hebben lang op de Messias gewacht en God zond hem op de bestemde tijd,
Op Gods tijd kwam de Heer Jezus. Geliefden, hieruit leren wij dat wanneer wij God om iets vragen, wij geduldig moeten wachten. Soms lijkt het alsof God ons vergeten is, maar dat is niet zo, geliefden. God is met u, want Hij houdt van u. En wat u vraagt, geeft Hij op zijn tijd. Broeders en zusters, het mooiste geschenk dat God aan de mensen heeft gegeven, is Jezus Christus. Door Jezus Christus zijn wij gelovigen, zonen of kinderen van God geworden. Paulus vergelijkt ons met erfgenamen. We maken aanspraak op de rijke schatten van God. We maken aanspraak op zijn mooie beloften die hij in zijn woord heeft laten schrijven. Geliefden, Jezus heeft ons vrijgemaakt en we hebben de vrijheid om keuzes te maken. Maar zegt u niet, ik wil doen wat ik wil. Nee, broers en zusters, als wij zo handelen, dan komen wij weer in onvrijheid terecht. Dan komen wij weer in onze slavernij terecht. Laten wij die vrijheid gebruiken om goede dingen te doen. We hebben de Heilige Geest ontvangen die ons verbindt met God. De Heilige Geest helpt ons om Gods geboden, de wet der liefde, na te leven. En door de Heilige Geest, geliefden, mogen wij vrij Abba Vader zeggen. Een ander woord voor Abba is papa. En het woord papa geeft de intieme relatie aan tussen een vader en een kind. En zo intiem, geliefden, kan onze relatie met God zijn. Dat is toch fijn, broers en zusters. God wil voor ons een liefdevolle vader zijn. God de Vader laat zijn grote liefde voor ons mensen zien in zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft het geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, de Heiland der wereld, onze Redder en onze Zaligmaker. Geliefde broers en zusters, laten wij in Jezus blijven geloven en op Hem vertrouwen. Laten wij steeds naar Hem opkijken, want Hij alleen kan ons helpen in welke nood wij ook mogen verkeren. Jezus ziet naar ons en Hij hoort ook ons hulpgeroep. En Hij wil ons ook antwoord geven op onze hulpgeroep, natuurlijk op zijn tijd. Laten wij daarom, broers en zusters, steeds naar Jezus opkijken, want Hij alleen kan ons die echte rust en die echte vrede geven. Amen. Noel, the angels did.
Then let us all with one accord sing praises to our heavenly Lord that hath made heaven and earth of naught, and with his blood mankind hath bought. Geliefde, laat ons in gebed gaan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Heer, dat wij tot u mogen komen en u mogen vragen om onze zonden te vergeven. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u, Heer, dat u Jezus naar de aarde heeft gezonden als onze redder, als onze verlosser, als het licht in deze wereld. Vader God, help ons om in het licht van Jezus te wandelen. Help ons meer en meer op u te lijken in karakter. Help ons dat wij voor anderen die in de duisternis zijn, heldere lichtjes mogen zijn. Help ons, Heer, dat we uw liefde en uw vrede uitdragen. Help ons om te leven zoals u van ons verlangt. Heere God, wij bidden voor de zieken. Genees hen, Heer, in Jezus' naam. Wil de bedroefden troosten en de zwakken sterken, Heer. Wil de armen zegenen met wat zij nodig hebben. Wil zij die iets te vieren hebben zegenen. En dank u wel voor uw genade. Vader God, we bidden voor ons land Suriname. Herstel ons land, Heer, opdat er weer welvaart en welgevaart zijn mogen zijn. We bidden voor onze geliefden, onze familie en vrienden, onze broeders en zusters, voor de kijkers en luisteraars, Heere. Zegen ons met wat wij van nodig hebben en zegen ons ook met goede gezondheid. Vergeef ons onze zonden, Heere, en leid ons verder in ons leven met uw Heilige Geest. Dit bidden wij en danken wij u. In Jezus' naam. Geliefde kijkers en luisteraars, ontvangt u de zegen van de Heer, opdat u tot zegen mogen zijn voor uw naaste. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam, amen. Geliefde kijkers en luisteraars, broeders en zusters. Mijn naam is Sri Resumardono Atna, voorganger bij gemeente Griotsuchi in Kommewijnen. En ik wens u een fijne voortzetting van deze zondag. Ik wens u ook toe zalig Kerstfeest
en zalig uiteinde, een gezond en voorspoedig 2024. Could have stepped into creation with fire for all to see, brought every tribe and nation to their knees, arriving with the host of heaven in royal robe and crown, the rulers of the earth all bowing down. But you chose meekness over majesty, wrapped your power in humanity. Glory be to you alone, King who reigns from a manger throne. My have marched in all your glory into the heart of Rome, showed them splendor like they'd never known. But you wrote a better story in humble Bethlehem, creator in the arms of coming men. You died for our redemption, and you rise so we. Zijn alle dingen.